Zo speciaal maakt. En nu lijkt het me ondertussen een goed begin om over te gaan op de regelgevingen wat het vasten betreft. En de les van vandaag is een beetje een taaie les, omdat we sommige noodzakelijke onderwerpen zullen bespreken die een beetje focus vragen. Ik zal desondanks mijn best doen om ze zo simpel en duidelijk mogelijk weer te geven. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik jullie beste broeders en zusters graag herinneren aan een fundament dat we altijd noemen en elke keer weer blijven herhalen. Dit fundament geldt namelijk voor elke aanbidding, dus voor zowel het vaste als alle andere aanbiddingen die we verrichten om dichter bij Allah Subhanahu Wa Taala te komen. Dit fundament leert ons dat een aanbidding Alleen maar wordt geaccepteerd door Allah subhanahu wa ta'ala als het voldoet aan twee belangrijke voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat de aanbidding zuiver omwille van Allah subhanahu wa ta'ala alleen moet worden uitgevoerd. Dus als we een aanbidding verrichten is onze intentie dat we dat voor niemand anders doen dan Allah subhanahu wa ta'ala. Dit noemen we in het Arabisch al-ikhlas. De tweede voorwaarde waaraan elke aanbidding moet voldoen. is dat we de aanbidding moeten doen. op de manier die de profeet alayhi wa sallam, ons heeft geleerd. En dat noemen we in het Arabisch. Al-Mutaba'ah. En zoals jullie weten, mijn broeders en zusters. kunnen we alleen maar aan deze twee voorwaarden voldoen. door kennis op te doen. Want op deze manier zullen we erachter komen hoe we enerzijds. Onze intentie kunnen zuiveren en hoe we anderzijds de Profeet Sallallahu alayhi Wasallam in zijn manier van aanbiddingen kunnen volgen. En nu we dit weten, gaan we over op een aantal belangrijke regelgevingen met betrekking tot het vasten. Ten eerste, ten eerste is het heel belangrijk om duidelijk te maken hoe we kunnen weten als moslims wanneer de ramadan is aangebroken. Dus hoe weten we wat de eerste dag van de maand ramadan is? En ik zal hier een beetje uitgebreid bij stilstaan, en dat heeft de reden, want de laatste jaren is er een klein groepje ontstaan dat elk jaar weer best veel trammelant maakt en de moslims aan het twijfelen brengt over hun vaste. Ze veroorzaken onnodige paniek en drijven de ummah uiteen. En dat alles doen ze onder het mom van het brengen van eenheid. En ik kan me helaas niet aan de indruk onttrekken dat hun drijfveer niet religieus is, maar hun drijfveer is politiek, omdat ze het niet zou hebben met bepaalde islamitische. Landen. Onze islamitische kalender, broeders en zusters, is een maankalender. Wat betekent dat onze maanden beginnen met het zien van de nieuwe maand. Een, maand? een maand kan daardoor 29 of 30 dagen duren. En wij hebben geen maand van 28 of 31 dagen. En een jaar, op basis van de maankalender, duurt. 354 dagen in plaats van 365 dagen zoals in de zonnekalender. En bij ons is het zo dat de dagen worden bepaald door de zon, maar de maanden en de jaren worden bepaald door de maanstanden. Onze kalender is op alle vlakken en op alle fronten superieur aan de andere kalenders. Of, het, of je het nu religieus. Rationeel of op basis van tastbaarheid bekijkt. Dat zou je op het eerste gezicht misschien niet direct zeggen, maar als je, je hierin wilt verdiepen, lees dan eens wat de islamitische geleerden hierover hebben geschreven. En waar het mij nu dus om gaat, is dat we beginnen met het vasten als de nieuwe maan met het blote oog wordt waargenomen. Of door middel van bezichtigingsapparatuur om de maand mee te observeren. Maar we baseren ons niet op berekeningen of astronomische voorspellingen om de nieuwe maand in te luiden. Waarom is dat? Dat is omdat zowel de Koran als de Sunnah ons leren dat het zien van de nieuwe maand, of dat het zien van de nieuwe maand sorry, bepalend is en niets anders. الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه فمن شهد منكم الشَّهْرَ الشهره فاليصوم Wie van jullie dus de nieuwe maand aanschouwt, laat hij die dan vasten. En ook de overlevering van de Profeet صلى الله عليه وسلم is leidend voor ons. En de overlevering is kraakhelder. De Profeet صلى الله عليه وسلم zegt namelijk: فاستغفروه لرويته و لرويته Fast. Als jullie hem. Dat wil zeggen, de nieuwe maan zien. En stop met vasten als jullie hem zien. Overgeleverd door al-Bukhari en moslim. Als we goed naar deze bewijzen kijken, beste broeders en zusters. dan kunnen we dus de conclusie trekken dat de maanbezichtiging leidend is. En niet allerlei ingewikkelde, complexe berekeningen. En ik hoor sommigen van jullie al denken, maar soms kunnen we het toch verkeerd hebben? Ja, dat klopt, dat kan. En dat is ook wel eens gebeurd. Er wordt genoemd bijvoorbeeld dat in de tijd van Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa dus 1400 jaar geleden dat dit is voorgevallen. En ook in de recente geschiedenis ongeveer 37 jaar geleden in Saoedi-Arabië. Maar dat alles is niet erg als wij doen wat Allah subhanahu wa ta'ala van ons vraagt, dan treft ons geen blaam als er zaken voorvallen die niet in ons vermogen liggen. Er zijn heel in het kort een aantal scenario's denkbaar waarbij het inluiden van de nieuwe maand achteraf gezien niet correct kan blijken. Dat is bijvoorbeeld als niemand van de aanwezigen de nieuwe maan heeft gezien, terwijl die er wel was. In dat geval Maken we de termijn van Sha'ban af met 30 dagen en beginnen daarna met vasten. Maar als er dan bijvoorbeeld een reiziger aankomt en die getuigt de maan op de 29ste wel te hebben gezien, dan weten we dat we een dag te laat zijn begonnen met het vasten. Een ander scenario is dat we de maand Ramadan vasten en na 28 dagen ...zien we de nieuwe maan van de volgende maand... ...van de maand Shawan. Ook in dat geval zijn we er zeker van... ...dat we één dag te weinig hebben gevast... ...want de maand kan geen 28 dagen duren. Als één van deze twee scenario's zich voordoet... ...dan weten we dus dat we één dag te laat hebben gevast. Is dat erg? Nee, dat is niet erg. Geen maan overboord... Het enige wat we dan doen is dat we die gemiste dag later inhalen en klaar, niks aan de hand. Ik hoop dat hiermee duidelijk is dat al die commotie, die elk jaar weer opnieuw wordt herhaald door dit clubje mensen, eigenlijk helemaal nergens voor nodig is. En dan wil ik nog een laatste opmerking maken die te maken heeft. Met deze kwestie ook, namelijk wie bepaalt dan wanneer we beginnen met vasten. Het antwoord daarop is dat als wij als moslims in Nederland en België een of andere autoriteit zouden hebben die de moslims in het Westen vertegenwoordigt, dan zouden zij de maanbezichtiging op zich kunnen nemen namens de hele gemeenschap. Maar een dergelijke instantie die het vertrouwen van de moslims geniet. is er, naar mijn weten, helaas niet. Dan rest ons één van twee oplossingen: of we vasten met het dichtstbijzijnde islamitische land. dat aan maanbezichtiging doet. of we volgen een land dat het vertrouwen van het gros van de moslims geniet. Zoals Saudi-Arabië. En de gewoonte bij de meeste moslims in Nederland en België. Die zich niet aan een van tevoren opgestelde kalender houden. is om de maandbezichtiging van Saoedi-Arabië aan te houden. Dan gaan we nu over op de tweede regel. met betrekking tot het vasten. Namelijk wanneer moeten we de intentie van het vasten aannemen? De intentie van het verplichte vasten moet in de nacht worden aangenomen. Dat betekent dus dat als we weten. Dat het morgen Ramadan is dat we tussen zonsondergang en het aanbreken van de dageraad, oftewel al-Fajr, onze intentie voor het vasten van de volgende dag moeten hebben aangenomen. Want de profeet sallallahu alayhi wasallam zegt: men lam siyama al Als iemand niet al tijdens de nacht voor de dageraad zijn intentie voor het vasten heeft aangenomen... dan heeft hij geen vasten. Authentiek verklaard door de sheikh al-Albani... in Sahih al-Nasai. Dan is er de kwestie... of het voldoende is om aan het begin van de ramadan... één keer de intentie aan te nemen voor de hele maand... of dat die intentie elke nacht weer... opnieuw moet worden vernieuwd. Als iemand... Zijn vasten onderbreekt gedurende de maand, wegens bijvoorbeeld reizen, ziekte of menstruatie, dan moet die persoon, als hij of zij weer begint te vasten, sowieso een nieuwe intentie aannemen. Wat degene betreft die de hele maand ononderbroken doorvast, is het advies wel om elke nacht een nieuwe intentie aan te nemen. Maar als men in dit geval. Genoegen zou nemen met één intentie aan het begin van de maand voor de hele maand, dan voldoet dat inshallah ta'ala. Ten derde, vanaf wanneer beginnen we met vasten? We vasten vanaf al-fajr, wat de echte dageraad is, tot zonsondergang, wanneer de zonneschijf volledig is ondergegaan, ook al is het nog een beetje licht. Het is een groot misverstand om te denken dat het vasten begint bij zonsopkomst. Want dat is ruim na de echte dageraad. Hou daar dus alsjeblieft rekening mee. Praktisch betekent dit dat het vanaf de echte dageraad tot zonsondergang vastentijd is. En tussen zonsondergang en de dageraad is er geen sprake van vasten. En jullie zullen je misschien terecht overigens afvragen. waarom ik steeds zeg. de echte dageraad. alsof er een niet-echte dageraad zou zijn. Ja, dat klopt inderdaad. Daar hebben jullie gelijk in. Aan het eind van de nacht. komt er eerst. een eerste dageraad. Bij deze. eerste dageraad. schijnt het licht verticaal. En. Na deze dageraad wordt het weer donker. En deze dageraad wordt van de horizon onderbroken door een donkerte. En deze dageraad is voor ons niet relevant en geeft niet het begin van ons vasten aan. Na deze eerste dageraad komt er een tweede dageraad, wat de echte dageraad is. Deze dageraad schijnt horizontaal. Het wordt erna. Alleen maar lichter en hij is niet onderbroken van de horizon. Dit is de dageraad waarbij het vasten begint. En ik weet dat dit voor stadsmensen misschien een ver van mijn bedshow is, maar mensen van het platteland, die zullen dit ongetwijfeld kennen en herkennen. Ten vierde, hoe beginnen we onze vastendag? vanaf het midden van de nacht totdat de echte dageraad aanbreekt is het aanbevolen om een ontbijt te nuttigen. Dit ontbijt wordt de sahur genoemd. Onder andere deze sahur onderscheidt ons vasten van het vasten van de Joden en de christenen. De profeet sallallahu alayhi wasallam zegt namelijk فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ذات أونس فاستن أندر سخايت فانت فاستن فان دمانس فانت بوك إست أيتن فان دسحور ديز السحور أن خزيخن دمال تايت داروم زيختن متخزل صلى الله عليه وسلم دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال هلما إلى الغداء المبارك Hij zegt, radhiallahu anhu, de profeet, sallallahu alayhi wasallam, nodigde me eens tijdens de ramadan uit naar de sahur. En hij, sallallahu alayhi wasallam, zei, kom naar de gezegende maaltijd. Authentiek verklaard door de sheikh al-albani in Tahrij, mishkat al-masabih. Wat deze sahur ook speciaal maakt, is dat Allah subhanahu wa ta'ala en zijn engelen, de mensen die deze sahur nuttigen, برايزن، النبوي صلى الله عليه وسلم زخت ناملك السحور، وفي السحور أكلة بركة، السحور أكلة بركة، وفي أكلة بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، النبوي صلى الله عليه وسلم زخت De suhoor is een gezegende maaltijd. Laat hem dus niet. Al drinkt iemand van jullie alleen maar een slok water, want Allah en zijn engelen prijzen de mensen die, die deze maaltijd nuttigen. Goed verklaard door Sheikh Al-Albani in Sahih Al-Jami. Het is aanbevolen om de suhoor uit te stellen tot vlak voor de echte dageraad. En voor de duidelijkheid, de suhoor is niet verplicht. Maar zeker wel aanbevolen. En ik denk dat elke moslim die al deze voordelen en zegeningen van de Sahur hoort, zijn uiterste best zal doen om deze maaltijd te nuttigen. Ik denk dat jullie hiermee genoeg stof hebben om te verwerken. Daarom hou ik het voor nu hierbij. En ik hoop binnen een paar dagen terug te komen met de vierde les. Om dieper in te gaan op de regelgevingen van het vasten als Allah subhanahu wa dat gemakkelijk voor ons maakt. Ingesproken door jullie broeder Mohammed bin Dawood. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.